Ik ben Lucinda, het is een goed nieuwe dag, dus een goed nieuwe vlog. Het is misschien niet, of misschien wel, ligt eraan of je mijn gezichtsuitdrukkingen beter kent als je al lang aan mijn vlog volgt. Het is misschien aan mijn gezicht niet af te lezen dat ik best wel veel pijn heb. Ik heb het wel. Ik heb vannacht amper geslapen. Iets meer dan de laatste keer. Iets meer dan de zaterdag, was dat volgens mij. De zondag. Zondag. Zondag op zaterdagnacht. Zaterdag op zondagnacht. Toen had ik nog minder geslapen, maar ik heb nu ook weinig geslapen. Het was namelijk met vlagen. Oeh, er komt weer een vlaag. Dat er gewoon echt steken en alles. En ik kon niks bewegen. En alles deed zeer. Iedere beweging, alles. Ik moet wel eerlijk toegeven. Staan gaat beter dan liggen of zitten. Dan voel ik het continu. Als ik sta en ik blijf echt als een standbeeld zo staan, zeg maar, dan voel ik het wel, maar dan is het het minst van allemaal, zeg maar. Liggen gaat echt absoluut niet. Ik heb vannacht echt gedraaid en op de gekste plekken, de raarste manieren gewegen om, om in ieder geval te proberen geen pijn te hebben. Alles deed zeer. Iedere draai deed zeer. Alles deed zeer. En ik werd helemaal gestort van, zou ik het zo zeggen. Dus ik heb net heel veel de huisarts gebeld. Ik mag zo naar de huisarts. Mijn eigen huisarts is momenteel met vakantie. Dus ik ga naar de andere huisarts die daar in de praktijk zit. Maakt het zich helemaal niet uit. Ik wil gewoon dat er iemand naar kijkt. En ik denk dat er. Ik denk dat ik wel al redelijk weet wat hij gaat zeggen. Dat is: blijf paracetamol slikken en doe rustig aan. Maar het is maar voor mijn eigen gemoedstoestand, zeg maar. Dat ik er in ieder geval wel melding van heb laten maken. Mijn voet schoven weg. Gelukkig. Ik niet tegen de bed aan. Maar dat ik er in ieder geval wel melding van heb laten maken. Stel, ik heb er in de toekomst natuurlijk wel weer opnieuw last van. Dan weten we wel ongeveer de tijdlijn. Dus ik ga dadelijk er naartoe. Ik heb over een uurtje, volgens mij. Half uurtje. Over een half uurtje heb ik die afspraak. Ik loop over een kwartier aan. Het is ongeveer een kwartiertje lopen. En ik doe tegenwoordig alles liever te voet dan met fiets. Want dan ben ik ten eerste langer onderweg. En dat is fijner. En het is blijkbaar super mooi weer. Dus ik hou wel het vest aan. Voor de warmte. En zodat ik geen tocht in mijn nek krijg. Maar eigenlijk is die niet eens nodig. Het werd volgens mij echt 27 graden vandaag of zo. Dus ik ga dadelijk daar naartoe. Dan ga ik waarschijnlijk heel even naar de supermarkt. Of naar de drogist om heel veel paracetamols te halen. En dat is het dan, denk ik. Hoop ik. We moeten zien. Maar ik moet nou wel eerst even schoenen aan doen. Want dat is op zich wel handig als ik onderweg wil gaan. Ondertussen zijn we een paar uurtje verder. En ik ben naar de huisarts geweest. En blijkbaar heb ik waarschijnlijk een slijmbeursontsteking. Yes. Dus ik ben heel even nu onderweg naar PostNL-punt. Want ik moet heel even mijn derde prik. Een derde vingerprik opsturen. En die moet naar het medisch centrum. Die ga ik nu heel even bij PostNL-punt afgeven. Want dan weet ik zeker dat hij niet te warm wordt. Want het wordt vandaag 26, 27 graden. En als hij hier in een brievenbus terechtkomt, dan weet ik niet of hij warmer wordt dan 15 graden, moest het ook maar zijn. Dus hij mag niet warmer worden dan 15 graden, bedoel ik. Dus vandaar. Dus daarom ben ik deze heel even weg. Want de huisarts heeft wel ondertussen wel andere medicatie voorgeschreven. Hopelijk helpt het. Geen idee. We zullen het zien. Dus ik ga die heel even opharen dadelijk. Dan hebben we het hele rondje in het centrum alweer gehad. En kunnen we weer lekker naar huis. Zoals jij ziet is het weer avond. Ik ben net bezig geweest met de video editen. Meerdere video's editen. De eerste paar video's van de vakantie staan online. Ik heb net de derde Oostenrijk vlog geëdit. Super leuk is die geworden. Hij is echt heel leuk geworden. Het was de raft video en de crossklokner. Dus echt top. Hij duurde echt maar liefst bijna drie kwartier. Zoveel beeldmateriaal had ik. Maar het raft alleen was eigenlijk al bijna een uur aan beeldmateriaal. En ik wilde wel alle leuke beelden laten zien. En omdat het gewoon best wel een leuke tocht was, dacht ik, ik laat gewoon
overgrote deel zien. En ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Want de video staat al online als je deze video ziet. Ik ga nu wel slapen. Want ik ben eigenlijk van plan om morgen te gaan werken. De pijn is namelijk draaglijk vergeleken met de afgelopen 2 dagen. Dus vandaag en gisteren. Ik merk wel dat ik nu wel weer een paracetamol moet innemen. En dat heb ik ook expres af of uitgesteld tot het moment dat ik ga slapen. Want dan heeft hij natuurlijk het meeste effect. En dan kan ik tenminste slapen. En dan hoop ik dat hij zo ver doortrekt tot aan morgen vroeg. Dat ik morgen vroeg kan opstaan. En dat ik morgen vroeg weer in kan nemen. En dat het dan goed moet zijn, zeg maar. Ik hoop het. Ik ben er alleen bang voor. Maar we zullen zien. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor het kijken naar de vlog van vandaag. Heb je noten van de vlog van vandaag? Druk dan even een blauw duimpje omhoog. Druk even de rode knop hier beneden om te abonneren. En druk even een belletje omdat ik even met de woord een video upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een goed nieuwe vlog. En ik kan je alvast garanderen, de komende dagen worden het saaie dagen. Saaie vlogs. Ik kan namelijk niet heel veel met deze arm. Het behoor ik zeer. En ondanks dat de pijn draaglijk is, moet ik alsnog op gaan letten. Moet ik rustig doen. En ik heb mezelf, ik kan niet rustig doen. Daarom dat ik morgen ook alweer ga werken. Terwijl dat eigenlijk tegen alle adviezen zijn die de huisarts heeft gegeven. Maar het is zo'n vakantie. Of in ieder geval de vaste krachten zijn bij ons op het werk nog steeds met vakantie. Of gaan nog met vakantie. En ik wil niet degene zijn die ervoor zorgt dat hun vakantie straks in de stoep loopt. Dus ja, dat is ook wel een beetje het hele punt. En mocht het nou echt niet gaan, dan is het zo. Morgen is een rustig dagje, dus dat is in ieder geval een voordeel. Donderdag is een ander verhaal. Maar morgen moet op zich goed gaan. Morgen is het als het goed is ook voor de middag dat ik klaar ben. Daar heb ik in ieder geval mijn hele planning op gebaseerd. En hopelijk gebeurt dat ook. En heb ik genoeg rust na de pauze of na de middag om uit te rusten. Ik weet dat de NA-coach morgen nog komt. Dat maakt op zich niet heel veel uit. Want we gaan gewoon rustig aan doen. Het gaat gewoon rustig aan. Die schouder moet gewoon rusten. En ik moet hem die rust geven. Ik word nu gewoon teruggefloten door mijn eigen lichaam. 9 van 10 keer luister ik er niet naar. Maar nu heb ik geen andere keuze. Want anders slaap ik vanavond niet. Dit doet eigenlijk ook wel zeer. En ik doe het toch. En ik hoor elke keer een knak of een krak of een geluid. Elke keer als ik mijn schouder beweeg, alles doet krrr, zeg maar dat. Dus top. Misschien als je nu denkt, trouwens, dit is weer een veel te lange outro. Maar misschien als je denkt, ja, maar Lucinda, als je morgen weer kan gaan werken, dat zal het wel niet zo belangrijk zijn geweest. Of dan zal het niet zo spannend zijn geweest met je schouder. Laten we zeggen dat ik, als ik pijn heb, me echt niet aanstel. En mijn pijngrens ligt op zo'n niveau dat ik redelijk goed pijn kan handelen, zeg maar. Ik zeg niet heel vaak dat ik pijn heb. En ik heb ook niet heel snel pijn. Maar die pijn die ik vannacht had, afgelopen nacht, die was echt, ik ging door op het plafond hier van de pijn. Het voelde letterlijk alsof iemand een kogel door mijn schouder heeft geschoten. En dan weet ik niet hoe het voelt om een kogel door je schouder te krijgen. Maar ik kan me ongeveer zo'n pijn indenken. En die pijn die zat in mijn schouder gisteravond. Dus dat deed behoorlijk zeer. En ondanks dat ik die pijn heb, is die pijn gelukkig draaglijk genoeg om te kunnen werken. Dat betekent niet dat als ik weer terug ga werken, dat ik dan dus een aansteller ben. Nee, absoluut niet. Die pijn is gewoon nog steeds aanwezig. Maar ik ga werken om het feit dat ik bezig wil blijven. Ik kan er niet zo heel goed tegen als ik stilzit. Tuurlijk, stilzitten op bed is een heel ander verhaal dan stilzitten op een stoel. Maar stilzitten op bed betekent in mijn ogen meer editen, bezig zijn toch met je gedachten ergens anders zijn dan op bed zitten en niks doen, zeg maar. Ik kan niet zo heel goed stilzitten dus. Ik heb daar een beetje een hekel aan. Ik ben liever productief bezig in de vorm van editen of in de vorm van werken. Dan dat ik stilzit en een boek ga lezen. Ik ben echt niet van de boeken lezen. Dus dat is meer een beetje het punt. Ik hoop dat jullie snappen dat als ik pijn heb, dat ik echt pijn heb en dat het geen aansteleritis is. Dat kan misschien wel zo overkomen, aangezien ik dus na 2 dagen weer lekker aan de bak ga. En gisteren natuurlijk ook gewoon naar het werk ben geweest. Ik heb me niet voor niks vandaag ziek gemeld. Ik meld me nooit ziek.
Ik ga zelfs, ben zelfs een keer naar het werk gegaan terwijl ik een allergische reactie had op mijn medicatie en mijn longen zeg maar half dicht zaten. En ik bijna naar het ziekenhuis moest omdat het zo erg was. Mijn hele lichaam jeukte van alle kanten. Ik had rode bulten over mijn hele lichaam staan en ik stond nog steeds op het werk. Dus dat wil al zeg maar zeggen wat mijn grens is die ik niet heb om niet naar het werk te gaan. Maar nee, dit was wel echt zeg maar een punt dat ik dacht, nee, dit kan even niet voor vandaag. En tuurlijk, de pijn is er vanmorgen ook, is er morgen vroeg ook, dat kan ik nu alvast zeggen. Maar ik hoop dat de pijn morgen zo draaglijk is dat ik gewoon kan werken. Mocht dat niet het geval zijn, heb ik ook al doorgekregen dat ze eventueel wel vervanging voor me hebben. Dus, maar daar laat ik me niet door leiden. Ik laat me leiden door hoe ik me voel op dat moment. En ondanks dat ik me waarschijnlijk belabberd ga voelen, sta ik er alsnog. En misschien zelfs als het niet zou gaan, dan sta ik er nog steeds. Dus. Een oud collega van mij beschreef mij afgelopen middag fantastisch. Ik vertelde namelijk via de groepsapp van oud-collega's en collega's, die zitten nog een beetje door elkaar, zeg maar. Wat er aan de hand was. En ik zei, ja, ik moet rustig aan doen. Maar in diezelfde zin maakte ik ervan, ja, maar ik wil mensen niet van hun vakantie afhouden. Dus eigenlijk kan ik geen rust pakken. En een oud collega zei letterlijk, Lucinde. Het ene moment zegt ze, ik moet rust pakken. Het andere moment zegt ze, ja, maar ik heb geen tijd om rust te pakken. Ik zeg zo, dat is mij uitgelegd in zeg maar twee zinnen. Dus ik ga er het beste van maken. Ik hoop dat jullie er morgen weer bij zijn bij een goed nieuw vlog. Nu is dit echt het einde van de outro. En tot morgen. Doeg!